Nou, goedemiddag, daar zijn we dan weer. Mijn boekpresentatie is geweest, mijn boek is uit, die kan je bestellen via mijn website. Dus eigenlijk hoef ik niet meer te vloggen, maar ik vind het zo leuk. Ik dacht, ik ga gewoon door en ik zie wel wie dat ook leuk vindt om mij dan te volgen. Waar gaat het vandaag over? Nou kijk, mijn stander staat al klaar. Ik ga oefenen voor het Dichtersfestival, Poëziefestival, Dichters van de Prinsentuin. Dit weekend in de Hortus Botanicus in Haren en daar mag ik ook optreden. Maar dan moet er natuurlijk nog wel geoefend worden. Ik moet ook nog kleding uitzoeken, maar dat is weer een ander verhaal. Ik ga eerst even oefenen. Dan moet ik eerst alles op de goede volgorde hebben. Kijken en even groot, ja, en dan zo en dan zo. Ja. Dan zet ik hem weer omhoog. Zo. Kijk. En dan ga ik oefenen. Wiskunde met woorden heet het gedicht. Dodelijk. Een auto die het rode... Oh, dat is niet netjes. Oké, opnieuw. Dodelijk. Een auto die het rode stoplicht logent. Nee, zo heftig is het niet. Volgende. Gevaarlijk. Bungee jumpen aan tweedehands elastiek? Nee, dat wordt getest en goedgekeurd. Onveilig. Aldoor alert uit angst voor een aanval van achteren. Misschien, maar nog niet helemaal. Ongemak. Nog 10 kilometer moeten fietsen met fikse zadelpijn. Ja. Dat komt in de buurt, dat schuurt. Onbehagen. Niet op tijd zijn om pijnlijke zinnen te pareren. Ja, dat is het. Dat gevoel zocht ik. Nou, dat was 1 van de 8 gedichten die ik voor ga dragen zaterdagmiddag en zaterdagavond. Ik mag 2 keer een half uur. Dus ik vind het ongelooflijk spannend. En ik moet mijn kleding dus nog uitzoeken en mijn pet, want die moet natuurlijk ook op, want ik ben natuurlijk wel een beetje een kunstenaar, hè? Dan moet ook een pet bij. Nou, dit was het weer voor vandaag. Doei!